Hey, vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik een manicure doe bij mezelf. En ik heb mijn nagels vandaag gelakt in een leuk fel lenteachtig kleurtje. Dus als je wil weten hoe ik mijn manicure doe, kijk even mee. Tijd voor nagellak remover. Mocht je nog restjes nagellak op je vingers hebben natuurlijk, en zo niet hoor, naar het nagelbadje. Je kunt er wat in doen zoals een bruisbal van Lush of wat zeep. Ik doe het niet, ik doe het gewoon zonder iets warm water. En je doet het zodat je handen lekker ontspannen en de huid alvast wat voorgeweekt wordt en je nagelriem straks zachter zijn. En dan door naar de handscrub. Ik maak mijn eigen mengsel van Lush, Lemony Flutter en Ocean Sea Salt. Dat doe ik bij elkaar. En dat meng ik tot een lekkere handscrub. En dit zorgt ervoor dat je alle dode huidcellen verwijdert en je handen lekker zacht worden. Je handen zijn nu lekker zacht. En nu gaan we onze nagelriemen terugduwen. Om dat zo meteen wat makkelijker te maken, breng ik eerst een nagelriemgel van Essence aan. In deze maak je nagelriemen wat weker, zodat het zo meteen makkelijker is om ze wat terug te duwen. En daarna wacht je eventjes. Je moet even inwerken. En daarna kun je de nagelriemen terugduwen met een kompootje. Heel simpel, je hoeft niet hard te werk te gaan. En deze nagelriemgel is echt de enige die mijn versteende nagelriemen zachter kunnen maken. Heb je nou geen bokkenpootje, dan kun je het ook gewoon met je nagel, zoals ik hier doe, afspoelen en daarna gebruik ik Lemony Flutter als handcreme. Je kunt jezelf ondertussen een lekkere handmassage geven door al je vingers af te gaan, je vingerkootjes te masseren. In te masseren op je nagelriemen, je handpalm, duim niet te vergeten. Neem het ook even mee naar je polsen, eventueel zelfs nog naar je elleboog. Zo worden je armen en je handen lekker zat. Tijd om je nagels te vijlen. Vijl altijd van de linkerkant naar het midden en dan van de rechterkant naar het midden. Of je kunt van links naar rechts vijlen, maar ga nooit zagen, want dat is echt heel slecht voor je nagels, want dan krijg je haakjes. Je nagels zijn nu nog steeds vet door de handcreme. Je kunt je nagels ontvetten door een wattenstaafje te pakken met wat aceton of nagellak remover en het daarmee te verwijderen. Of je kunt het gewoon lekker laten intrekken en een paar uur later je nagels plakken. Breng een base coat aan zodat je nagellak niet in je nagel trekt en je verkleuringen krijgt. Ik ga voor deze twee lakjes van Rimmel. Strijk het kwastje goed af en dan kun je beginnen met lakken. Ik breng meerdere laagjes aan. Deze lakjes van Rimmel hebben ongeveer 2 à 3 laagjes nodig. Wacht tussen de laagjes door goed tot het laagje droog is, want als je het nagellak eerder chippen. Ik ben echt slecht in heel hard, maar wat ik wel leuk vind is om mijn pink of mijn duim een leuk kleur geven die net anders is dan de rest. En nu heb ik mijn pink een fel oranje kleurtje gegeven. En als alle kleurtjes er dan op zitten, is het tijd voor een topcoat. Ik gebruik de sneldrogende topcoat van I&M Outdoor. Deze topcoat zorgt ervoor dat je nagellak veel sneller droogt en dat de nagellak vaak wat meer glans krijgt. En dat is het. Dit is een gehele manicure. Je handen zijn weer helemaal zacht, je nagelriemen in topconditie en je nagels hebben een leuk kleurtje. Heel erg bedankt voor het kijken, succes met je manicure en tot de volgende keer. Doei!